Thank you.
Hector zijn beest nog 2 dagen dan bij uw haven. Ze hebben een paar lengtes tussen gelaten, maar beide zijn de winnaar in hun reeks hier met de overwinning voor Andy Amendijk, dames en heren. Jawel, sterk gereden met de hier winnaar in zijn reeks, Bruno Brière. Ook een applausje voor Erwin Mollen, dames en heren, jawel. En dan krijgen we hier een spurtje voor die ereplaats, mannen. Dan krijgen we nog een spurtje nu. De Papen. Kutje Stevens ook nog op een hele plaats hier. Ronald Rens hier nog. En aankomst van Erwin Proost. Krijgen we hier nog een mooi spurtje. Volledig alles uit elkaar geranseld hier in onze categorie C en D. Aankomst ook nog van Jan van Mulder. Krijgen daar onze wezenwacht met onze laatste renner bij zich. U ziet het sportelijk hebbers als er echt gekoerst wordt in deze weeromstandigheden. De wind, het parcours, alles uit elkaar hier. Wij spreken af om 18.30 uur voor onze laatste schijf hier.